de drie biebertjes. En deze prijs gaat naar degene die... We hebben hier vandaag de Almeloze debatwedstrijd voor de beste debater van Almelo. Alle scholen van Almelo konden daaraan meedoen. En de winnaar vandaag gaat dan door naar de provinciale finale, want uiteindelijk is het een provinciale wedstrijd, de Overijssel Debat Award. Ik vind het niveau zelf behoorlijk hoog en ik denk dat de jury het moeilijk heeft om de winnaar aan te wijzen. Finalisten worden nu bepaald en uiteindelijk zal er maar één kunnen winnen natuurlijk. Dat is altijd en dat is ook wel jammer. Ik denk dat alle deelnemers het heel goed hebben gedaan. En dan is het wel jammer als je dan niet wint natuurlijk. Wat ik heel belangrijk vind en daarom vind ik de hele wedstrijd goed, is het feit dat allerlei scholieren hier... Want we hadden eerst een activiteit ook voor heel veel scholieren. En uiteindelijk zijn de 7 die vandaag meedoen daaruit geselecteerd. En het feit dat heel veel Almeloze scholieren op het stadhuis komen, met de politiek in aanraking komen en uiteindelijk met de provincie Overijssel in aanraking komen, dat vind ik alleen maar goed. Dus alleen maar winnaars eigenlijk. Ik zou het wel prettig vinden als meer inwoners van Almelo hun raadsleden zouden kennen en daar ook een mening over zouden vormen. U bent zelf een docent op de PS10 school hier in Almelo. Wat voor vakken geeft u daar? Ik geef daar Nederlands en onderdeel van Nederlands is natuurlijk debatteren, dus zo ben ik ook betrokken hierbij. Daarbuiten vindt de PS10 het heel belangrijk om politiek en gemeentelijk betrokken te zijn. Dus daarom zetten we ook ons beste beentje voor om met de provincie en de gemeente dit te organiseren. Wat zou u ervan vinden als de raadsvergaderingen rechtstreeks op tv kwamen in Almelo? Nou, ik denk dat het best goed zou zijn, want volgens mij zijn er regelmatig mensen die 's avonds gewoon maar een beetje aan het sappen zijn. En als ze dan toevallig op een raadsvergadering komen, dan is dat alleen maar goed. Want ik denk dat ze wel blijven hangen als het gaat om onderwerpen die hun aanspreken. En dat komt natuurlijk vaak aan de orde in de gemeenteraad. Dus ik zou het geen slecht idee vinden. Overijssel debatwoord Almelo 2017 is gewonnen door Sanne. Ja, pak hem aan. Heb je hem? Ja, hij is echt zwaar. Ja, ja, mag ik alle prijswinnaars even naar voren? Daarna met z'n allen even op de foto en dan... Nico? Ja. Jullie staan er niet op hoor, wees maar niet bang. Nee, kruip maar onder de tafel. Ja. De bewoners van Woonkwadrant, de voormalige Kloosterhofflat, gingen donderdagmorgen hun nieuwe woning binnen. Ja, het komt als het ware zo, hè? Ja, nee, deze genomen. De kappen. Dit zijn de rookmelders. Wat komen we nog zien? Nee, rookmelders. Ik adviseer je om die niet eraf te houden, totdat je helemaal klaar bent met klussen. De thermostaat, dit is de binnentemperatuur wat die aangeeft. Zo zet je hem hoger en zo zet je hem lager. Maar één keer in het jaar. Die tijd gevuld te worden. Dit is de slang om te vullen, dit is de kraan. Goed. Nou, nu het officiële gedeelte nogmaals. Mm-hmm. Nou, dat is hier weer de woning. Dank u wel. Heel veel hoogplezier. Ja. Dit is het zojuist getekende huurcontract. Dus alsjeblieft. Ja, oké, okay, geen dank. Zie je aan de overkant? Ja, je kunt daar straks gaan leren. En de auto moet je hem aanbieden. Gaat de rollout gaat open en dan moet je naar rechts en daar zit de parkeerplaats van Beter Wonen. Dan kun je vrij parkeren. Je hebt een kenteken doorgegeven. Ja. Nou, daar reageert hij op. Oké. Okay. Ja. Ga ik hier bij de sleutels overhandigen. Dank u wel. Dan zit je een hele goede verhuizing. Dank u. Tot ziens. Het natuurhuis is springlevend terug, als uit de as herrezen. Eerst wordt het Hagenpark aangepakt en dan wordt een bescheidener paviljoen gerealiseerd. Begin februari gaat de schop in de grond voor het Doepark.
Tijdens een bijeenkomst in het overvolle tijdelijke natuurhuis aan de Delderse straat werden donderdagavond de plannen gepresenteerd. Voorzitter Helene Eshuis blaakt van enthousiasme. Wij zijn hier vanavond bijeen met Stichting Het Natuurhuis en wij hebben vanavond onze plannen gepresenteerd voor de nieuwe natuurspeelplek die we gaan realiseren in het Doekpark De Hagen in Almelo. Er zit weer leven in het natuurhuis. Jazeker, en heel veel leven. We gaan 1 februari beginnen met de realisatie van het natuurspeelpark en aansluitend gaan we verder met de buurtmoestuin. Nou, het Doekpark is een groot park. Hè. Het bestaat nu al, De Hagen. Het is ongeveer 2 hectare groot. En we willen het een make-over geven. Dus we willen zorgen voor meer biodiversiteit. We willen ook zorgen dat veel mensen het park kunnen gaan vinden. Dus dat ouders komen met hun kinderen, dat de kinderen lekker kunnen spelen. Dat ouders een lekker kopje koffie kunnen drinken of opa en oma. We willen een prachtig paviljoen gaan neerzetten. Dus het moet echt een bruisende plek worden voor Almelo. Buurtmoestuin. Nou, buurtmoestuin is echt een plek waar je samenkomt met de buurt. Dus ik hoop heel erg dat directe buurtbewoners daar samen willen gaan tuinieren. En het is gewoon heel mooi, ook samen met kinderen, dat scholen ook samen met hun groepen daar komen tuinieren. En dat we gewoon samen groente kunnen kweken. En het is heel mooi om het proces te zien van zaaien, verzorgen, oogsten en proeven. En dan, ja, toch dat paviljoen, hè? Dat is niet het paviljoen wat als eerste gepresenteerd werd. Het ziet er anders uit. Ja, het ziet er zeker anders uit. We hebben nu gekozen voor een echt transparant paviljoen. Veel licht en ook een heel modern paviljoen met veel duurzaamheidsaspecten. Dus een grasdak. We willen ook zorgen dat het energie plus is. En echt een plek waar je thuis voelt, waar je koffie kan komen drinken. Maar ook waar je gewoon informatie kan halen over een duurzaam leven. En waar je mensen kan ontmoeten. Ja, is het groot genoeg voor die 6 verenigingen? Het is zeker groot genoeg, maar we moeten wel met z'n allen eerst even flink opruimen. Met mijn geografische kennis, als je naar Zwolle gaat, dan ga je ook goed, dacht ik. Maar toen was het nog wel een uur, binnendoor. Ja. Nou ja, er kijken ook heel weinig mensen naar Ziggo. En waarom kijken zo weinig mensen naar Ziggo? Wij doen bijvoorbeeld op zondagavond een talkshow. Dat is een voetbaltalkshow en daar zitten 2 mensen in, dat ben ik en dat zijn Rudy Mulder. En dat zijn 2 andere gasten die over het algemeen niks zeggen. Want Jan van Halst was daar een vast onderdeel van, maar die zei sowieso al niet zoveel. Totdat hij ook nog eens teruggevloot is volgens mij, dus hij zei helemaal niks meer. Dus dat is niet lekker in een talkshow, vind ik. En ja, Ruud Gullit zat daar en ik had het idee dat Ruud... Nee, Ruud zei ook niks, want die mocht niks zeggen over het Nederlands elftal. Dus dan mag je ook niks zeggen over het Nederlands voetbal. Dus ja, de mensen hadden wel zoiets van, goh, wat is dat een rare talkshow waarin niemand wat zegt. Maar de ergernis filosoof was daar een belangrijk onderdeel van, Wim. Maar als ik dan die analyses terugkijk en die beelden, dan is er vooral 1 iemand die de eer een beetje opstrijkt van die zegen. Ja, nee, maar dat is wel Hans Breukelen. Precies. Kijk, Hans van Breukelen, als hij lezingen doet in het land, want dat deed hij een tijdje, nu even niet, want dat was natuurlijk een andere functie. Dan neemt Hans van Breukelen net op zijn eigen dvd'tje mee en daarin staan, die laat je zien, daarop staan de hoogtepunten van Hans van Breukelen. Nou, dat zijn er 2. De eerste is Hans van Breukelen die in... de EK 1988, die penalty in de finale. Kunt u die herinneren, die penalty in de finale? Waarin Hans Breukelen dit maar gebaar maakt naar die penalty nemen. Bellanoff die mist. Nou, Hans, de grote held, Hans vergeet er alleen bij te vertellen wie zelf die penalty veroorzaakte. Daar hoor ik hem nooit over. Is dat zo? Dat is een feit, ja. Het tweede moment is, de PSV speelt de Europa League-finale in Stuttgart 19, ook 1988. Slechtste finale ooit. Echt oprecht, ik weet helemaal niks meer van die finale. 90 minuten geen schot op goal, 0-0 uiteraard.
verlenging, geen schot op goal. En vervolgens langs de strafschoppenserie ooit. Langs de strafschoppenserie, echt in het internationaal voetbal. Bij 10-9 voor ons, voor PSV. Dus het is 1-0, 1-1 en niks mis. Alles erin, niks mis. Benfica uiteraard de 10e strafschop nemen. En die stopt als Breukelen. Ja, Hans Breukelen, de grote redder op dat moment en met zijn arm in de lucht. En die vond zichzelf ook eigenlijk wel de redder van het hele Champions League toernooi. Maar dat keken wij toch iets anders even aan, Eddy. Wat? Nou, wij hadden zoiets, als er nou 10 strafschoppen genomen worden, dan kun je er op zijn minst wel eentje tegenhouden, toch? Of niet? En dat deed hij ook natuurlijk. Je zit natuurlijk terug te zwaaien naar die mensen de hele tijd. Ja, als je bij Den Bosch bent en je hebt al anderhalf uur zitten zwaaien, dan ben je er wel klaar mee, denk ik, toch? Was je er klaar mee? Nou, we hebben zo'n 1-3,5 uur zitten zwaaien, dan bleef de pauze wel. Ja. En dat was? Ja. Ja. Ja, dat was wel vermoedelijk, ja. Maar nu denk ik dat het een grap is, dat is echt waar. Het is gewoon echt waar. Maar dat tilde dit bij Pisa. Was dat 3 seizoenen, hand omhoog? Over 2 seizoenen, hand langs het lichaam. 3 seizoenen, hand omhoog. 2 seizoenen, hand langs het lichaam houden. Dames en heren, we hebben een winnaar! Speciaal voor de opa's en oma's, voor alle ouderen hier, met een paar bieten erbij. En dat liedje heet... Zwarte Piet ging uit fietsen. Daar gaan we. 1, 2. Zwarte Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band. Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand. Hij kwam in
dorpje en zei tegen de smid: ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. De bibliotheek zat vrijdagmiddag bomvol met een select publiek. Met journalist Albert Vondeling in de hoofdrol. Wat was er gaande? Nou, dat was de presentatie van het boekje Zie ze bezig. Daarvoor heb ik 36 portretten gemaakt van oudere Almeloers die op een of andere manier nog heel actief zijn. Op sociaal gebied, creatief, maatschappelijk, maakt niet uit wat. Daarmee wil ik illustreren dat ouderen heel belangrijk zijn voor de samenleving, omdat ze nog een hele belangrijke en actieve bijdrage leveren. Ik denk zelfs dat heel veel organisaties niet goed zouden draaien als ze niet die ouderen relevante bijdrage leveren. We komen natuurlijk steeds meer ouderen in onze samenleving. Wij worden allemaal ouder en die ouderen maken een steeds groter deel uit van de samenleving. En die ouderen, daar is natuurlijk ook al veel belangstelling voor. Maar dat is vooral belangstelling voor die ouderen als groep. En dan hebben we het over pensioenkosten, zorgkosten, noem maar op. Maar die ouderen, dat is een hele andere groep dan vroeger, zeg maar. Want het leven houdt niet meer op bij je 60ste of je 65ste of 67ste. Die ouderen doen nog van alles. Die gaan op reis, die gaan cursussen volgen, die ontwikkelen talenten waar ze misschien vroeger nooit aan toe kwamen, enzovoort, enzovoort. Dus het zijn dus ook allemaal individuen. En in dit boekje schenk ik dan aandacht aan alle ouderen op individueel niveau. En dan zie je dat het een hele leuke, boeiende, gevarieerde groep is. Die eigenlijk helemaal geen groep is, want het enige wat ze bindt is hun leeftijd. Verder doen ze allemaal hele verschillende dingen. En heb ik vastgelegd in een beeld, een foto. Van iedereen heb ik een portret gemaakt en een tekst van maximaal 500 woorden. Dames en heren, ik vind het een hele eer om om dit boekje in ontvangst te mogen nemen. Maar ik vind het ook. Ja, ik lach. Dit kunstwerk van Hans Petri uit 1968 markeert de entree van het voormalig belastingkantoor. Het wordt ook wel Jan Gat in de Hand genoemd in de volksmond.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.